Ik ben laat vandaag, maar het staat zoals gewoonlijk ook weer klaar. Ik ben een uur later ongeveer, ook door het tijdsverschil denk ik. Ja, dat is nu 9:30 en normaal is het 8:30 of voor. Ja, eigenlijk nog. Het tijdsverschil hakt er een beetje in. Ja, het tijdsverschil merk je wel. Een uurtje merk je zelfs al, hè? Een paar dagen. Mm-hmm. Alles is ingeklapt, we zijn klaar voor vertrek. We gaan nu naar Byron Bay. Maar we gaan niet direct naar de camping. We hebben daar wel een camping voor 2 nachten al geboekt. Maar we gaan nu naar het meest oostelijke punt van heel Australië, van het vasteland. Dat zit in Byron Bay. Het staat hier in ieder geval, het meest oostelijke punt. Dus daar gaan we naartoe. En daar gaan we even op de stranden kijken. En even daar in Byron Bay zelf kijken. En daarna gaan we richting de camping. We zijn bij Byron Bay, 3 kilometertjes doorgereden, bij Cape Byron. Dat is het meest oostelijke punt van heel Australië. Dan gaan we eventjes kijken. Loop je daar een stukje omhoog en dan heb je een uitzicht. Maar de zee gaat me toch wild tekeer, niet normaal. Dat kunnen we straks beter zien. Ik ben benieuwd hoe hoog deze klim is. Oh, mijn spierpijn in de benen. Ja, dat zal wel. Steile klimtocht. Ja. Oh. Zo. Wat een wind, hè? Elke dag eigenlijk. Ja, elke dag waait het zo hard. We gaan nog even verder. We moeten nog een stukje verder, denk ik. Er zat daar een leguaan op dat termietending. Hij kroop er net in, dus ik kon hem net niet meer zien. Een mooie klim. Maar er komt geen einde aan. Oh, je gaat heel hoog nog hier. Oh. Niet normaal. Maar dit moeten we wel even zien natuurlijk. Ik hoop dat het het waard is. Gelukkig straks alleen maar naar beneden. Of ik denk dat het daar ook is. Nog een paar, ik denk nog 100 treden of zo. Die treden gaan makkelijker. Ah. Oh. Die andere trap gaat daar naartoe. Ah, ik weet niet of we daarheen gaan. Dat is een beste klim nog. Maar wij zijn nu in ieder geval op het meest oostelijke puntje. We zijn helemaal naar boven gelopen. Oeh. Hier heb je een kompas op de grond. Noord. Oost. Zuid. En west. Dus hier is het oosten. Dus dit is het meest oostelijke puntje. Of je moet daar op die rots gaan staan. We zijn op het noordelijkste puntje van Europa geweest. En ook op het oostelijkste puntje van Australië.
En is je druk aan het fotograferen? Ja. Ik vind dat wel mooie foto's. Aan deze kant is water veel rustiger. Oh. Maar daar kan je nog naar de vuurtoren lopen. We lopen weer naar beneden. Gaan even bij het strand kijken. Het is makkelijk naar beneden. Die trainers lopen wel fijner dan als het vlak is. Ja, dit lijkt wel nieuw. Ja. Dit loopt toch super lekker. Naar beneden kost nooit moeite. Naar boven dat is een best pittig klimmetje. Ga maar hoe hoog we zijn vergeleken met zeeniveau. Ja, hoog. Zijn we beneden hoor. We staan wel langs deze weg. Er staan allemaal hele mooie luxe huizen. Hey! We gaan hier nog even bij het strand kijken. Dit is vlakbij. Mooi. Dan gaan we naar Byron Bay toe. Hier achter de heuvel. En onze camping ligt denk ik 3 kilometer ernaast. Iets verder was het maar toch? Ja. Erg druk dit punt. Je merkt wel dat de meeste toeristen naar dit gedeelte gaan. En bij Gold Coast en zo. De meeste zit daar gewoon volgeboekt. Maar wij hebben nog een camping voor 2 nachten kunnen boeken hier. Hopen dat we hier 2 nachten vol kunnen houden. Ja, vast wel. Wij vinden het nooit zo leuk 2 dagen op 1 plek. Meestal hebben we na een dagje wel gezien. Het allerleukste vinden we nog bijvoorbeeld hier kijken en dan gewoon doorrijden naar de volgende stad. En daar nog even kijken en dan gewoon weer doorrijden. En dan pas slapen. Dat vinden we het mooiste, gewoon lekker doorrijden. Niet op 1 plek blijven hangen. Daarom snap ik wel dat sommigen het ook doen in 3 weken ongeveer. Vanaf Sydney naar Cairns, of vanaf Melbourne naar Cairns. Pakken ze alleen de hoogtepunten en de rest rijden ze gewoon allemaal door. Wij gaan ook voortaan gewoon even de minder leuke plaatsen overslaan. Gaan alleen bij de hoogtepunten stoppen. En dan blijven we desnoods wel 2 dagen. Dat doen we liever als een dag tussendoor bij een plaats waar niet zoveel te beleven was. Want dat hebben we ook wel gedaan, maar taaien daar. Dus dan kunnen we liever in een beetje leuke plaats stoppen. Dit is ook de eerste plek waar wij echt alleen maar jongeren zien lopen. En het is hartstikke druk. Alle parkeerplekken staan vol. We wouden even naar het strand hier, maar er was geen plek. Maar het water ziet er nou toch niet mooi uit met die harde wind. Maar we wouden gewoon even kijken. Dan gaan we even de stad hierin. Kijken in die gezellige straatjes. Toch denk ik als ik dit zo zie dat 1 dag meer dan genoeg was geweest voor ons. Dat weet ik wel zeker. Annie weet het ook wel zeker. Ja, het is, we konden geen 1 camping krijgen hier. En er was er 1 beschikbaar en die kon je alleen boeken als je 2 nachten deed. Dat is de enige reden waarom we 2 nachten hebben gedaan. Normaal boeken we nooit zomaar 2 nachten. En we boeken niet eens in voren, daar hebben we zo'n hekel aan. Dat moest wel, anders hadden we hier geen plek gehad. Maar ja, om door te rijden had ik ook niet heel erg gevonden, maar... Nee, ik ook niet. We zien het wel. Anders rijden we zo weg naar 1 nacht. Maar me niks uit dat ik hem voor 2 nachten heb. Nou, we hebben een plekje kunnen vinden. Het viel wel mee, er was zo ineens een plekje hier. We zijn nu in het centrum. Alleen bij die grote, drukke plaatsen moet je een kaartje kopen, hè? Ja. Oké, dan gaan we weer eventjes een ticketje bestellen. Kaart. Het is nu 11:36. Nee. Oh, je mag maximaal 2 uur. Oké, dan doen we dat. Hoeveel was het nou? 4 euro? $4. $4? Ja, maar hier staat 5. Wat vreemd. Misschien is het eerste uur gratis en het tweede moet je betalen? Nee, dan klopt het nog niet. Nee, nou ja, raar. Nou ja. Even een foto maken dat ik betaald heb. Zo. Vreemd, $4 maar voor 2 uurtjes. Oh, het is 1 uur is dit. Oh, we dachten dat ik 2 uur had gedaan, maar dat was maar 1 uur. Je kan maximaal 1 uur hier staan. $4. Niet zo lang, dus we moeten een beetje aanmaken. Nou, meestal hebben we er zat dan een uurtje. Even kijken. Anders kunnen we altijd nog teruglopen en opnieuw erin doen. Ja, dat is waar. Maar dit is echt zo'n hipster en hippie stadje. Ja. Dat is niet ons ding eigenlijk. Dit is wel een mooi gebouw. Ja. Ja, dit is mooi. Ziet er mooi uit. We lopen er wel even doorheen. Ik denk dat we er morgen zo weer vandoor gaan. Ja.
een mooi hoedje hebben? Nee. Ik heb spijt dat we hier hebben geboekt qua hotel of qua camping. Ja, dat is niet ons ding, hè? Nee. Niet heel veel aan. Er zullen ongetwijfeld mensen nu zeggen dat dit is het mooiste plekje van Australië. Kan best, maar de smaken verschillen uiteraard. Sommige mensen vinden het helemaal geweldig. Aan de drukte te zien, vinden heel veel mensen dit geweldig. Ja, maar wij niet. Niet ons ding. Kijk, waar gaan we heen? We gaan wel even ergens zitten hier of zo. Even wat snackje erbij. Even wat eten. Voor jongeren is dit wel leuk. Ja, wij zijn natuurlijk ook nog jongeren. Maar ik bedoel dan meer mensen van 18 tot 25 of zo. Die zie je bijna alleen maar lopen. Een beetje uitgaat en zo, denk ik. En veel hippies. Hier maar eventjes een plekje uitzoeken. Gaan we hier wel even wat drinken. Gaan we hier zitten? Ga vooraan? Ja, hier vind ik het niet zo leuk. En we gaan maar vooraan. Zo, we hebben een plekje. We zijn lekker hier vooraan gaan zitten. Als ze deze scannen, komen ze brengen naar onze tafel. Ik zal hem wel even scannen. Even wat voet en wat drinken. Yep. Ik heb even twee Bundaberg ginger beers besteld. Als het goed is, wordt hij zo naar de tafel gebracht. Het is gelukt met de bestelling. Ze zijn lekker. Dit is een lekker drankje, hè? Ja. Deze even rustig opdrinken en dan moeten we weer naar de auto. Zit de tijd er weer op. Ja, dan is die uur wel weer voorbij, hè? En dan gaan we naar de camping, denk ik. Ja, nu was ze van kijken, maar er valt hier niks te doen in de buurt, zegt ze. Nee, ik kom morgen echt weer weg. We gaan morgen wel weg. Dit is meer een plaatje voor als je lekker gewoon aan het strand wil liggen en een beetje relaxen en een beetje hier op het krasje wil zitten. Dus ik snap wel dat al die jongeren hierheen gaan. Ik vind het zelf ook wel leuk. Als ik nou zelf nog dronk, dan was het een heel ander verhaal geweest. Ja, maar dan zou je hier nog niet lang willen zijn. Weet niet. Even kijken waar we lang. We hebben ook nog een adres van iemand gekregen. Van mensen naast wie we stonden op de camping in Spanje. Ja. We hebben een adres gekregen van iemand die hier woont. Daar gaan we ook nog bij langs. We hebben geen idee wie het is of wat we er kunnen verwachten. We gaan er gewoon even langs. Dan zien we het wel. De auto is alweer in zicht. We gaan naar de camping. We gaan eerst even langs de supermarkt. We moesten nog even wat eten halen. Ik weet niet precies wat. Maar Annie had nog een lijstje gemaakt, dus dat gaan we even ophalen. Ja. En dan gaan we lekker op de camping zitten. Annie zegt de hele tijd, oh, wat heb ik geen spijt dat we hier twee nachten zitten. Ja. Ik vind het verschrikkelijk hier. Nou, we blijven ook echt maar één nacht. Kijk wel even of we het kunnen annuleren of niet. Ik heb wel voor twee betaald, maar aan de ene kant maakt het me ook niet weinig uit. Maakt het me ook niet zoveel uit, want we willen ook weer wat meer op krimpplekjes gaan staan. Niet in zulke drukke plekken eigenlijk. Er lopen hier ook aparte figuren rond. Annie lacht zich dood. Niet normaal. Er loopt een hoop apart volk rond hier in ieder geval. Het is altijd lang zoeken naar eieren voor ons. Die vinden we, die vinden we nooit. De ene keer ligt ze in de koelkast, de andere keer niet. We moeten alleen nog eieren hebben en dan kunnen we er weer vandoor. Ja. Maar waar zijn die dingen? Zijn die winkel al twee keer rond? Misschien moet ik toch wel vragen. Ja, we gaan het wel even vragen, want we komen hier nooit weer weg. We hebben ze hoor, we hebben ze. Pas even zoeken. Welke doos is het grootst? Deze. Met 18. Hadden we nu al. Nou, neem je die ook mee. Oh, onze camping zit maar 5 minuutjes hier vandaan. We zitten vlakbij het centrum dus. Dat scheelt weer. Ziet er tot nu toe goed uit. We gaan even naar binnen even inchecken. We zijn wel iets te vroeg. Want we mochten hier om 2 uur zijn. Het is nu 10 voor 1 bijna. Dus ik weet niet of we erin komen. Maar we gaan wel even kijken. We zijn vaak wat eerder, maar we hebben nog nooit het probleem gehad dat we te vroeg waren. Nee, maar dat is ook de eerste keer dat ik iets zie dat het vanaf 2 uur pas is. Oh, nou, ik heb er nooit op gelet. We komen meestal gewoon aan de deur en dan gaan we naar binnen. We hebben nog nooit geboekt. Dus we gaan even kijken of we erin komen. We hebben wel een mooie plek op zich. Het enige is, we staan onder een boom en tussen de bomen in. Maar ik denk misschien als we hem hier tussendoor mikken dat het wel lukt met de Starlink. Kijk, we hebben hier een ander soort vogel. Deze hebben we nog niet eerder gezien. Kijk, die zijn blauw aan de voorkant, maar die zijn nog een stukje banger. We zijn aan de vijver, aan de andere kant is een zwembad.
En hier was ook een vijver. Of een hele grote rivier volgens mij, of een meer. Ik zal eens even gaan kijken van dichtbij. Ik kon alleen per 2 nachten boeken. Normaal is dat niet zo, maar omdat het nou in het weekend was, kon het alleen per 2 nachten. Ze hebben voor 2 nachten betaald, maar we blijven maar 1 nacht. Ze wouden ook niet geen uitzondering maken of zo, dus nou ja, het is even niet anders. Ik heb even de auto omgedraaid. Kunnen we hierachter nog mooi koken. Luifeltje mooi uit, kunnen we hier mooi zitten. Het is wel een mooi plekje hoor. We zijn wel blij mee. Maar morgen wel weer door. Ik zit nog even wat routes van andere mensen te kijken op Google. De meeste nemen we aardig, laten er aardig grote stukken tussen zitten. Wij doen dat niet. Maar dat doen hun juist. Bijvoorbeeld voor ze gaan 3 of 4 uur rijden. Maar dan gaan ze langs 2 of 3 plekken onderweg om te stoppen. Een pitstopje maken, zeg maar. En dan bij de mooiste plek overnachten. De laatste, zeg maar. De grote stop overnachten. Ik denk dat wij dit ook gaan doen. Dan gaan we gewoon iets grotere afstanden rijden. En dan gaan we gewoon langs 2 of 3 punten overdag om daar te kijken. Of 2 denk ik. Ik denk dat 2 wel genoeg is. En dan slaap je ook niet steeds in die saaie stukjes. Dus dan stippen we van tevoren een mooie route uit. Bijvoorbeeld we gaan vanaf hier naar de volgende grote stad. En onderweg zoeken we 2 leuke punten om bij langs te gaan als pitstop. Kijk nou een route van iemand anders en die route gaan wij ongeveer ook volgen. En er zijn ook alle pitstoppen bij die hun hebben gehouden. Zeg maar 3 of 4 uur rijden, 2 pitstop onderweg. De meeste stukjes zijn 2,5 uur rijden dan. Dat is wel lekker. En dan 2 keer stop onderweg, wat bekijken en dan gewoon door. Dat is het mooiste. Dat is beter inderdaad. Dan ben je wel wat sneller er doorheen, maar anders sta je bij hele saaie plekken steeds overnachten, dat is ook niet wat. Ik ben nu een beetje de route tot aan Sydney een beetje aan het uitstippelen en alle bezienswaardigheden even aan het opslaan op Google Maps op mijn telefoon. Dus dan kunnen we kijken van hoe lang willen we rijden op een dag, zeg maar 3, 4 uur of 2 uur. Nou, en dan stippelen we uit welke camping we ongeveer gaan pakken en dan weten we in ieder geval de stops waar we langs kunnen gaan. En dan hoeven we daar niet direct een camping te zoeken bij die stop, maar dan rijden we gewoon lekker door. Ik heb al aardig wat mooie plekjes gevonden. Dan doe ik gewoon een klein stukje tot aan Sydney, zeg maar. Dan doe ik, als we in Sydney zijn, dan plannen we weer een heel klein stukje ongeveer. Maar ja, we hoeven ons nergens aan te houden. Als we een andere kant op willen, gaan we gewoon de andere kant op. Ik ga niet even lekker tostietje aan het maken. Zodra die op is, gaan we even lekker naar het zwembad. Even lekker afkoelen. Het weer is wel weer prachtig. Daar ben ik wel blij mee. Lekker warm. En echt goed warm. Daar houden we wel van. Alleen zo'n pal in de zon staan te koken, dat is wel warm, of niet? Ja, dan heb je een beetje schaduw van de tent. Oh ja, dat is wel lekker. En we moeten straks even om het meer heen lopen en aan de andere kant zit volgens mij een redelijk zwembad. Volgens mij wel, ja. Kijk, dit is een plattegrond. Hier zijn we erop gereden. Hier staan wij op nummer 2. Dus hier is die grote rivier. We zijn naast dit meer en hier is het zwembad en nog een zwembad. En hier nog een groot meer. Best groot. En we zagen dit net. Het is vandaag zaterdag. Homemade pizza. Van 5:30 tot 8:30. Misschien dat we dat wel gaan doen. Kijk, dit kan ik ook nog allemaal doen. Tennissen, basketbal, karten, e-bikes. Annie heeft daar net omgekleed. Ze heeft even zwempak aan. Maar het begint keihard te onweren daar. Hier is het nog helderblauwe lucht. Maar daarachter lijkt het donker te worden. En keiharde klappen komen uit de lucht. Ah, we gaan toch naar het zwembad toe. We zien wel wat er gebeurt. Anders lopen we wel terug daarna. Er kwam net een klap uit de lucht. Niet normaal. We lopen nou heen. Maar ik ben bang dat er zo een flinke bui aankomt. Maar we lopen snel heen. Camera gewisseld. Kijk, daar is het nog lekker. Het luifeltje maar wat naar beneden gedaan en de flappen in de tent maar een beetje dicht. Mocht het gaan regenen, zitten wij veilig. Klopt dit heel erg. Annie ging net naar de wc en zag je een grote leguaan lopen. En ik zag in de 2. Kijk, ja, daar zitten we weer een. Er zitten er meerdere hier. Zo even de camera wat verlengen, zo. Kijk, daar zit er eentje. Dat is een kleintje, want hier staat nog grotere. Oh, daar zit er nog één. Kijk, onder, bij die bos. Nee, die zag ik net. Hoor je die onweer? Die zag ik net ook. Ik heb gelukkig een stok van 1,5 meter aan mijn camera hangen. Dus ze komen niet bij mij in de buurt. Zag jij die net? Was dat dezelfde? Ja, dat was die. Ik heb er een foto van. Die zag je net ook in lopen. Kijk, die zit hier op de trap. Hieronder ook. Hieronder ook één. En daar op de trap zit er ook één.
zitten er heel veel hier. Ja. Gelukkig heb ik er zo'n lange stok aan. Dus die beesten komen niet in de buurt. Nou, snel naar het zwembad. Shit, we zitten bijna in de schaduw. Dit is geen zwembad. Dit is niks. Ik ga weer terug. Daar gaat ook nog heen. Oh ja, we kunnen wel even gaan kijken. Het begint af te koelen en de zon gaat weg. Dat is jammer. Kijk hoe donker het wordt. Hier zit nog een zwembad en daar zit er ook nog een, daar achter het tennisbaantje. Het is helemaal in de schaduw. Ja, de schaduw is hier binnen 2 minuten ook, denk ik. We moeten er 1 keer in springen en dan zitten we in de schaduw. Spring er maar in. De slippers gaan hier ook pas uit, hè? Koud? Net niet warm. Die lucht is achter ons. Oh. Nou is het nog lekker warm, maar zodra die lucht hierboven is, Annie. Ja, die lucht komt al bijna. Ja, springen we snel in. Nee jongen, dan ga ik er niet meer in. Ja, ga erin. Het is zo te koud. Ik ga erin. Nee, ik ga er niet in hoor. Ja. Nee, ik ga er echt niet in. Annie wil er niet meer in. Nou. Jij mag er wel in. Duik er maar in. Kom er maar in. Het zonnetje breekt alweer wel door. Nee, niet door. Ophouden. Ophouden te klieren. Kom er maar in. Dat we geluk hebben. Het waait zo die kant op. Het waait over, Annie. Annie houdt alles goed in de gaten vanaf de kant. Ze staat het op. Dit geluk, denk ik. Ja. Hier staat op dat kleine platform. Die tot aan de enkels erin. Nou, kom maar. Het is overgewaaid, de bui. Nee, dat gaat het niet om. Maar het is zo koud. Nee, dat is hartstikke lekker. Kom maar. Nou, ze is er toch in geweest hoor. Ze heeft een stukje gezommen. Gaan we lekker naar de auto. Dat was die wat ik net ook zag. Ja, dat is die grootste is dat. Ja. We gaan even een klein handwasje draaien. Allebei even 2-3 shirtjes en dan... gaan we dat even mooi onder de luifel. Het is net wat te weinig om een volle wasmachine op te draaien. Zo, dat is ook weer klaar. Hopelijk hebben we nog even wat zonneuurtjes. Nou, dan zouden ze hier in principe ook kunnen ophangen. Maar bij de tent kan ook wel toch? Ja, dat kan ook wel. Ik hoop dat daar genoeg zon is dan. Ja, anders moeten we onze waskruimjes ophalen, kunnen we het hier doen. Gelukkig schijnt de zon nog lekker. Dit zijn wel dikke handdoeken, dus die drogen niet super snel. Maar dit hangt ongeveer een kwartiertje nu, denk ik. En het is al bijna zo goed als droog. Zelfs dit dikke shirtje van Annie is al droog. Gaat echt hard hier zo in de zon. Zo. Nou, tijd om weer met een vlogje bezig te gaan. We zitten hier naast een vijver. Dus de muggen zijn hier wel veel erger natuurlijk als normaal. Dus ik heb de muggenspray er alvast bij gepakt. Het is nog geen 4 uur en ik zie alweer muggen. Normaal heb je dat niet. Normaal heb je amper muggen. Maar als je bij het water zit, dan ben je aan de beurt. Dan moet je zorgen dat je dit op hebt. Of gewoon voor het donker wegwezen. Ik niet meer achter de auto gaan zitten. Want de zon die draaide er onderdoor. Moest achter de auto gaan zitten. Ik was even naar de pizzakraam gelopen. Die is bij de tennisbaan hier. Daar ga ik even 2 pizzaatjes bestellen. Maar die dingen zijn onbeschoft duur hier. Dat gaan we niet doen. Ze zijn nog duurder als in een restaurant. En hier houden ze gewoon zo'n klein smerig pizzaatje op de camping. Nog duurder als een nacht slapen hier. En die pizza is zo'n klein vies pizzaatje duurder. Dus die staan we even over. Ik gooi de pan zo aan. Ik heb nog heerlijke kipfilet. Vandaag op het menu. Aardappeltjes. Kip. Een beetje veel kip. Oké, ik heb het gemaakt deze keer. Dus ik heb ook een beetje veel aardappeltjes, denk ik. Maar kom vast op. En we hebben groene asperges. Hadden we nog een blikje van staan. Die heb ik al warm. Die staat daar alvast klaar. Want we hebben maar 2 gaspeetjes. Dus we kunnen er maar 2 tegelijk erop hebben. En Annie houdt alles even goed in de gaten hier. We zijn dan weer onderweg naar het douchegebouw. Even douchen.
Dit was tot nu toe de minste plek die we gehad hebben van onze reis, denk ik. Byron Bay. Wat vind jij? Dat denk ik ook wel, ja. Het is niet mijn plek. Nou ja, dat kan gebeuren. Niet iedereen vindt hetzelfde leuk, hè. Dus maar goed ook, want dan zaten we allemaal in dezelfde stad. We gaan straks even lekker op bed liggen en dan gaan we even kijken waar we heen gaan morgen. Ik heb al wat dingetjes op de map uitgestippeld. Dus we hebben al een beetje een idee, maar ik zal straks even kijken. We zullen straks even gaan beslissen. We liggen weer. Morgen gaan we trouwens bij een man langs van wie we het adres hadden gekregen. Had ik al verteld laatst. Of wanneer vertelde ik dat? Vanmiddag. Daar dachten we dus morgen naartoe. Is 2 uurtjes rijden. Ik weet niet wat we daarna gaan doen. Misschien blijven we daar wel in de buurt ergens overnacht of zo. We gaan vanaf nu gewoon wat langere stukken rijden. Want hier zit er gewoon wat meer ruimte tussen de bezienswaardigheden in. Dus we moeten even wat langere afstanden gaan afleggen. Anders zitten we steeds op plekken waar net niks is. Dus gaan we gewoon wat verder rijden. Vinden we ook alleen maar leuk om lekker te rijden. We hebben nog geen 1 keer ver gereden zoals we in Europa deden eigenlijk. Nee, totaal niet. Steeds maar 1 uurtje of 2 uurtjes. Maar ik heb ook wel een keer zin om gewoon een keer 4, 5 uurtjes te rijden. Dat gaan we misschien wel een keer doen. Maar niet nu, want dan zijn we in 1 keer naar, rijden we in 1 keer naar Sydney. Dat moet ook niet. Daar wil ik nog wel een weekje over doen, denk ik. En we willen nog wat dingen bekijken. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en hopelijk zijn jullie er morgen nog weer bij. Vergeet de duimpjes ook niet. Doei, tot morgen. En tot morgen. Morgen.